Laat even zien waar je zit. Hey, beste vrienden, kijk even, dit is Henk Vrezen. Waar zit je? Kijk. Jong Genk. Jong Sparta tegen Jong Genk. En Jong. Daar zit hij hoor. Ja, in het mooie Sparta-stadion. Geweldig. Fantastisch, ja. En ja. Gewoon aan het werk. Ja. Ik ben gewoon aan het werk. Ja. Henk, ja. En ik val je even lastig. Heel kort even. Moet je horen, ik ben al heel lang bezig op mijn site over corona en het virus. En ik probeer iedereen als een soort strandwachter elke keer te waarschuwen. Jongens, kijk uit. Wees verstandig. En op een of andere manier is er toch een hele groep in Nederland. Die zijn eigenwijs of willen er niet van horen. Maar jij hebt het gehad. Jij hebt corona gehad of niet? Ik heb het helaas moeten ervaren, ja, klopt. Jij hebt het moeten ervaren. Nou, vertel mij, hoe ging dat dan? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, het was eigenlijk 2 dagen voordat de horeca hier dichtging in Nederland. Ja. En ik voelde me, ik had wat koorts. En, ja. En het was eigenlijk een dag waar we zouden vergaderen met BVO 1, Jong. Ja. Sparta en de trainers van de onder 19 toen nog. Ja. Uit voorzorg en overleg met Van Stee koos ik ervoor om niet naar die vergadering te gaan. Achteraf gelukkig. Nee. Ondanks dat ik niet het gevoel had, tenminste ik dacht niet meteen aan corona. Ik dacht gewoon een griepje, wat koorts. Ja. Maar ja, het zeker voor het onzekere nam je natuurlijk om niet richting de collega's te gaan. Ja. Maar vertel mij, hoe heb je het ondergaan? Want uiteindelijk had je het. En toen? Ja, nou ja, de eerste dag, dan denk je nog een griepje. Maar ja, s'avonds, dan krijg je een aantal zaken waar je... Dan denk je geen griepje meer. Nee? Dat kwam niet bekend voor, zeg maar. Nee? Nee. Vertel, wat had je? Hoe ging dat? Nou, de koorts kwam wel opzetten, maar het was met name de hoofdpijn. Ik had nog nooit zo'n hoofdpijn ervaren. Nee. En eigenlijk is dat... De eerste 2 weken is dat constant zo gebleven. Een barstende koppijn. Ja. Ja. En ik denk dat ik geluk had dat ik niet zo heel veel hoefde te hoesten. Want dan had ik de koppijn had ik echt niet vol kunnen houden. En ja, je leeft dan dagen op paracetamol. Eigenlijk week op paracetamol. Omdat dat werkt voor 4 uurtjes. Ja, ja. En dan kwam weer de koorts omhoog en de koppijn. En Dus, de eerste dag is het, of de eerste weken. De eerste week was het echt afzien. Want dat deed het meeste pijn. Spanning op je rug, op je borst. Je kreeg zoetjes aan meer moeite met ademen. Ja. Het doet echt pijn. De eerste week had ik echt pijn, ja. De tweede week, eigenlijk voor mij geluk. Ja. De tweede week heb ik nagenoeg alleen maar geslapen. En, dat was mijn geluk. Ik kon gewoon slapen. Ja, de benauwdheid was er, maar niet extreem. Dus ja, ik heb eigenlijk... De eerste week was het voornamelijk... het was waardelijk. Iets nieuws. Ja, in de tweede week, dan ga je het uitzitten. En dan is het vooral slapen. En de derde week kwam enigszins de kracht weer terug. Ja. Goed, dus wat zou jij nou tegen mensen willen zeggen die denken, het is maar een griepje, het stelt niet zoveel voor en ik leef mijn leven zoals ik wil en noem het maar op. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Nou ja, ik kan alleen zeggen van hou rekening met je omgeving. Hou ook rekening met de zwakkeren. Want het is duidelijk dat er zijn nu wel weer dat het wat omhoog loopt. Ja. Met name bij de jongeren. En die blijken dus iets minder last te hebben van die symptomen. Maar je hebt ook te maken met de mensen om je heen. Of het nou jouw vader moet zijn. Of het nou ouders zijn van andere mensen. Daar ligt voor mij het grootste gevaar. Ja, dus... Zeg het maar, waarschuw die mensen maar of niet? Of zeg maar wat je zeggen wil. Ja, nou ja, kijk, ik kan alleen spreken vanuit mijn ervaringen. En het was absoluut niet fijn om mee te maken. Het was, eerlijk gezegd, ik heb allerlei blessures gehad. Maar daar zou ik zo voor tekenen in plaats van dat verhaal. En nogmaals... Liever geen corona. Liever geen virus. Nee. Nee? Nee. Nogmaals. Ik denk dat er ook te weinig echt heel erg bekend is. Dus ik zou zeggen, wees voorzichtig gewoon. En tuurlijk, je moet je leven zoals jij dat wil. Maar hou wel rekening met je omgeving, denk ik. Ja, precies. En wees voorzichtig. Dat ik zou van alle tijden voorzichtig zijn, ja. Maar ik kan niet zeggen hoe je het kan voorkomen, exact. Maar ik denk maar wel vind dat je wel dat ze zich een beetje aan die regels moeten houden? Toch maar doen? Ik zou altijd voor veiligheid kiezen in dit geval. Ja, omdat, altijd veiligheid. Hou die 1,5 meter.
Doe een beetje dit, een beetje dat. Ja. Was je handen goed, noem het maar op. Ja, dat zijn de minste zaken die je kan doen, in mijn optiek. Ja. Ja, goed zo, jongen. Dat is hem. Hé, dankjewel, Henk. Oké, dank je. Groetjes. Dag. Hoi, hoi. Dag.